Annemieke, de vroeggeboren baby's komen hier, bij jullie hier op de afdeling in een couveuse te liggen. Maar wat is zo'n couveuse precies? Nou, zo'n couveuse zorgt er eigenlijk voor dat de baby goed op temperatuur blijft. We proberen in de couveuse een nestje te maken, zodat de baby zich wat veiliger en wat meer geborgen voelt. En we kunnen over de couveuse heen een doek leggen, zodat we de omgeving zo donker mogelijk maken. Eigenlijk probeer je de baarmoeder zoveel mogelijk na te bootsen. De baby ligt eigenlijk alleen in een luiertje in de couveuse. Dan kunnen we de huidskleur goed zien, maar dan kunnen we ook goed de ademhaling van de baby observeren. Als de baby ligt te slapen, hoeven we eigenlijk alleen maar de doek van de couveuse een stukje op te tillen om te kijken hoe het met de baby gaat. Ik zie hier heel veel en kan je me daar iets meer over vertellen? Waar is alles voor? Nou, deze spullen hebben we eigenlijk allemaal nodig om de baby goed te kunnen verzorgen, maar ook om hem te kunnen bewaken. Hè, bijvoorbeeld de monitor boven het bedje. Daaraan kunnen we de hartslag en de ademhaling, maar ook de zuurstofverzadiging van de baby meten. Dus we hebben eigenlijk continu een goed beeld van hoe het met die baby gaat. Hè, we kunnen via het infuus wat extra vocht geven, wat extra voedingsstoffen. Soms ook antibiotica wanneer de baby ziek is. En we hebben heel veel verschillende soorten apparatuur waarmee we de ademhaling van de baby kunnen ondersteunen. Nou, dit is natuurlijk wel heel erg klinisch en ziekenhuisachtig. Kunnen ouders het ook iets persoonlijker maken? Ja, het is heel belangrijk dat ouders het plekje wat persoonlijker maken, want ze brengen hier ook veel tijd door. Dus we vragen ouders vaak of dat ze bijvoorbeeld eigen doeken mee willen nemen, met een kleurtje of met een printje erop, zodat ze het plekje wat meer eigen maken. Als er grotere broertjes of zusjes zijn, dan is het vaak ook leuk als zij bijvoorbeeld een tekening maken voor de baby die we dan op kunnen hangen. Ja, jullie leveren hier 24/7 zorg. Welke rol spelen de ouders daar precies in? Nou, de rol van de ouders is ontzettend belangrijk, want ouders gaan natuurlijk uiteindelijk ook met dit kindje naar huis. Dus het begint vaak stapje voor stapje. Ouders gaan leren om hun kindje zelf te verzorgen. En dat begint met het verschonen van een luiertje en temperaturen. Maar wat natuurlijk nog veel belangrijker is, dat ouders hun baby leren kennen. Dat ze kunnen zien wanneer voelt mijn kind zich fijn. Maar dat ze ook gaan leren wanneer hun kindje verdrietig is, hoe ze het beste kunnen troosten. Echt is gedurende de opname ook een hele zoektocht naar hoe leer ik mijn baby het beste kennen. En als ouders hun kind goed kennen, dan is het thuis ook makkelijker om hun kind te troosten. En de ouders worden natuurlijk ondersteund, maar door wie allemaal? Nou, er zijn heel veel zorgprofessionals betrokken eigenlijk bij de zorg rondom een te vroeg geboren baby. Ouders hebben natuurlijk het meest te maken met artsen en verpleegkundigen. Maar daarnaast zijn er ook nog andere disciplines betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de fysiotherapeut die meekijkt met de ontwikkeling van de baby. Maar bijvoorbeeld ook de logopediste op het moment dat de baby zelf mag gaan drinken. Maar denk ook aan maatschappelijk werken. Ouders maken ontzettend veel mee op het moment dat hun kind te vroeg geboren wordt. En kunnen daarbij vaak ook wel wat ondersteuning gebruiken. We hebben natuurlijk nu vooral gehad over de ouders, maar een familielid wil natuurlijk misschien ook wel op bezoek komen. Mag dat eigenlijk wel? Bezoek mag op de afdeling, maar daarvoor hanteren we wel een aantal strenge regels. En dat is onder andere omdat we natuurlijk willen voorkomen dat de kinderen infecties oplopen. Maar ook omdat het zo ontzettend belangrijk is om de slaap en de rust rondom de baby's te waarborgen. Proberen we zo min mogelijk heen en weer te laten lopen op onze afdeling.